Wout Drosten is verdediger van Heracles Almelo en opende vrijdagmiddag in het huis van Katuna Nu een fototentoonstelling. Een van de huisfotografen, Bert Letteboer, maakt een selectie van zijn foto's. Deze zijn een samenvatting van 1 jaar werk. Ja, klopt. 1 jaar werk. Elke week. Op pad, foto's maken. En ja, het resultaat hangt er nu. En dan van elke wedstrijd 3 foto's uitzoeken. Heb je dat zelf gedaan? Ik heb zelf gedaan. Nou, ik heb ze hier uit aan zoeken, maar ik heb er meer opgestuurd. Dus ik had ze mooi de keuze gegeven van welke als je wilde hebben. Ja. Want dat is denk ik het lastigste. Hè? Je maakt er misschien wel 300-400 per wedstrijd. Dat klopt. Ja, je maakt er zoveel. Die paar honderd wat je maakt. En je kunt er maar een paar van gebruiken. Maar ja, daarom is de knop delete ook zo makkelijk op toetsenbord. Hè? Dat weg wat niet mooi is. Als je nou al die foto's bekijkt, welke vind je zelf het mooist? Ja, ik moet indenken welke als ik het mooiste vond. Ik vond het zijn nog een paar met Wout Drosten die hier toevallig nu is prachtig. Of met Robin Goorsen, daar zit een beetje werk in. Wat ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben, als je zelf zo'n wedstrijd helemaal meemaakt, heb je dan met zo'n foto ook een herinnering meteen? Meteen. Ja, je hebt hier een mooi pad zo door het seizoen heen loopt. En er zijn menig wedstrijden waar ik echt gewoon bijna kipvel van krijg weer. Omdat je het gewoon helemaal herbeleeft. En dat is het mooie. Er zijn 3 foto's per wedstrijd. En ik heb hier persoonlijk wel speciaal gevoelens bij. Omdat ik wist van, dit is een hele belangrijke ingreep voor die wedstrijd. Ik speelde goed en het hele team stond zo stabiel uit bij Ajax 0-0. Dus natuurlijk een prima prestatie. Maar dat staat wel eigenlijk een beetje... voor wat we het hele seizoen hebben gepresteerd. Ja. Gewoon echt een unieke prestatie zo. En als je er zo doorheen loopt, dan komt er alles weer naar boven. Ja? Echt, bij elke foto heb je een herinnering. Ja, en het mooie is natuurlijk die ontlading die aan de andere kant staat met foto's. Ja, dat is gewoon echt wel kippenvel. Ja. Wil je hem zelf hebben? Ik zou hem zo willen hebben, ja. Ik heb hem digitaal, maar dat is nooit zo mooi als zo in een lijstje natuurlijk. Ja. En dit was het afgelopen seizoen. Volgend seizoen nog een mooiere reportage? Daar gaan we wel voor. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Maar we hopen hetzelfde te presteren natuurlijk. Dat zou mooi zijn. Ja. Heb je überhaupt benul van dat je ook tijdens zo'n wedstrijd gevolgd wordt? De camera's, hè? Van dat overdreven gedoe. Maar nee, ik doe gewoon mijn ding. En daar hou ik van. Gewoon je ding doen in het veld. En niet meer en niet minder. Ja, meer is natuurlijk altijd mooi, maar... Gewoon normaal blijven en geen gekke dingen doen. Dat is helemaal Heracles, toch? Ja, inderdaad. Ja. Maar je zit er in weer en wind, hè, langs de kant. Ja, maar dat is ook het mooiste. Ja. Als je ringt, dan je ringpak aan. Ja. Je doet het al vele jaren. En hoe is het nou om een keer de tentoon te stellen? Ja, 17 jaar dat ik het doe. Foto's maken. En heel andere belevenis. Ja, gewoon van jongens, die foto's in het toestel, dat is wel prachtig. Ja. Toch heel leuk. Wat vond je ervan toen ze je vroegen? Ja, ik twijfel altijd weer een beetje. Ja, ons eigen hier. Hè? Eerst even afwachten. Maar nu het er staat? Ja, wel trots. Ja, wel mooi. Ik ben wel blij.